Sneeuw in Zuid-Afrika? Echt waar. Het klinkt als een sprookje, maar het is echt gebeurd. Hey iedereen, jullie weten dat we dol zijn op een goed weerbericht in de show en deze is er eentje om van te smullen. Dit is een verhaal dat je niet wilt missen. Stel je voor, Zuid-Afrika werd getroffen door een hevige sneeuwstorm. Ja, je hoort het goed, een sneeuwstorm in een land dat bekend staat om zijn zon en warmte. Ik weet het toch? Sneeuw in Afrika? Het klinkt gek, maar het is gebeurd. Mensen konden hun ogen niet geloven. En het zorgde voor behoorlijk wat opschudding, vooral in een plaats genaamd KwaZulu-Natal. Deze regio is normaal gesproken een paradijs voor zonaanbidders. KwaZulu-Natal staat bekend om zijn stranden en warme weer. Het is een populaire bestemming voor toeristen die op zoek zijn naar zon en zee. Je kunt je dus wel voorstellen hoe verbaasd mensen waren toen ze wakker werden met sneeuw. Auto's waren bedekt, wegen waren glad. Het was een compleet andere wereld. Het was een complete chaos. Mensen wisten niet hoe ze met deze onverwachte situatie om moesten gaan. Mensen plaatsten foto's en video's online. Social media ontplofte met beelden van de sneeuw. Het was alsof het hele land in shock was. Iedereen praatte erover. Dit zie je niet elke dag in Zuid-Afrika. Het was een zeldzaam en bijzonder moment. Het was een lust voor het oog. De landschappen zagen er magisch uit, bedekt met een laagje sneeuw. Blijf kijken, want we gaan precies uitleggen wat er is gebeurd. Onze experts zullen je alles vertellen over deze unieke weersomstandigheden. En we laten je een aantal ongelofelijke foto's zien van deze zeldzame gebeurtenis. Je zult versteld staan van de schoonheid van deze sneeuwstorm. Je wilt het niet missen. Blijf bij ons voor meer fascinerende verhalen over het weer. Dus, hoe is dit gebeurd? Hoe kreeg een land als Zuid-Afrika zoveel sneeuw? Nou, het bleek dat een aantal weersomstandigheden tegelijkertijd samenkwamen. Het was als een perfecte storm, maar in plaats van regen bracht het sneeuw. Eerst was er een groot koufront dat over het land trok. Dat zorgde voor een flinke temperatuurdaling. Vervolgens trok er een lage drukgebied vanaf de kust het binnenland in. Dit systeem bracht veel vocht met zich mee. Al dat vocht kwam in aanraking met de koude lucht. En bam, sneeuw. En niet zomaar een klein beetje. We hebben het over zware sneeuwval, vooral op de hoger gelegen gebieden. Het was zeker een ongewoon weerpatroon voor Zuid-Afrika. Maar het laat maar weer eens zien dat moeder natuur altijd voor verrassingen zorgt. Laten we het nu hebben over de chaos die deze sneeuwstorm veroorzaakte. Het was een van de ergste stormen die de regio in jaren heeft gezien. Een van de grootste problemen was de impact op het verkeer. De wegen waren bijna onbegaanbaar en de zichtbaarheid was minimaal. De N3-snelweg is een belangrijke weg in Zuid-Afrika. Hij verbindt de stad Durban met Johannesburg en is een cruciale route voor zowel personen- als vrachtverkeer. En raad eens, hij zat helemaal vast. Auto's stonden vast. Vrachtwagens stonden vast. Het verkeer kwam volledig tot stilstand. Mensen zaten urenlang vast in hun auto. Het was een puinhoop. Sommigen probeerden hun voertuigen te verlaten, maar de omstandigheden buiten waren te gevaarlijk. De sneeuw en het ijs maakten de wegen superglad. Auto's gleden alle kanten op, wat leidde tot talloze ongelukken. En veel automobilisten waren niet voorbereid op deze omstandigheden. Ze hadden geen sneeuwbanden of kettingen, wat de situatie nog erger maakte. Tot overmaat van ramp waren de hulpdiensten traag in hun reactie. Ze hadden moeite om door de sneeuw te komen en de gestrande mensen te bereiken. Ze werden overspoeld door het aantal ongelukken en gestrande voertuigen. De hulpdiensten werkten non-stop, maar het was een enorme uitdaging. Het duurde even voordat er hulp kwam. Veel mensen moesten zichzelf zien te redden totdat de hulpdiensten arriveerden. Mensen hadden het koud, waren hongerig en gefrustreerd. De situatie was ronduit ellendig voor iedereen die vastzat. Het was een echte wake-up call dat je, zelfs op de meest onverwachte plaatsen, voorbereid moet zijn op alles wat moeder natuur je voor de voeten gooit. Zorg ervoor dat je altijd een noodpakket in je auto hebt, vooral tijdens de wintermaanden. Met het verkeer kilometerslang vastgelopen en de hulpdiensten die moeite hadden om het bij te benen, werd het Zuid-Afrikaanse leger ingeschakeld om te helpen. Ja, je hoort het goed. Het leger kwam te hulp. Ze stuurden troepen, vrachtwagens en zelfs helikopters om mensen te bereiken die gestrand waren. Ze hielpen bij het vrijmaken van de wegen, sleepten voertuigen weg en brachten mensen per helikopter in veiligheid. Over boven en buiten je plicht gaan gesproken. Het leger speelde een cruciale rol bij het weer op de rails krijgen van de situatie.
Ze hebben onvermoeibaar gewerkt om de wegen vrij te maken en mensen weer op weg te helpen. Het was een echte teamprestatie om deze onverwachte crisis aan te pakken. En het laat zien hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op alles, zelfs sneeuw in Zuid-Afrika. Deel 5, het machtige Drakensberg. Laten we nu een kleine omweg maken en het hebben over het Drakensberg. Dit gebergte is een belangrijke reden waarom deze sneeuwstorm zo'n groot probleem was. Het Drakensberg loopt door KwaZulu-Natal. Het is het hoogste gebergte van Zuidelijk Afrika en het is absoluut adembenemend. De naam Drakensberg betekent drakenberg in het Afrikaans. En als je deze bergen ziet, begrijp je wel waarom. Ze zijn ruw, ze zijn majestueus en ze hebben deze ongelooflijke toppen die eruit zien als de rug van een draak. Deze bergen zijn een populaire toeristische bestemming. Mensen komen van over de hele wereld om te wandelen, te klimmen en te genieten van de ongelooflijke uitzichten. Maar ze zijn het niet gewend om ze bedekt te zien met sneeuw. Deel 6, weer in het Drakensberg. Meestal geen sneeuw. Het Drakensberg staat bekend om zijn dramatische landschappen en diverse ecosystemen. Maar sneeuw? Niet echt. Het weer in het Drakensberg is meestal vrij mild. De zomers zijn warm en de winters zijn koel en droog. Sneeuwval komt wel eens voor, vooral op de hoger gelegen gebieden. Maar het is meestal licht en blijft niet lang liggen. Deze recente sneeuwval was anders. Het was zwaar, het was wijdverspreid. En het bleef lang genoeg liggen om ernstige verstoringen te veroorzaken. Het was een herinnering dat, zelfs op plaatsen waar sneeuw zeldzaam is, het nog steeds kan gebeuren. En als dat gebeurt, kan het een grote impact hebben. Deel 7. Toeristen storten zich op de sneeuw. Je zou denken dat een sneeuwstorm toeristen zou afschrikken. Maar raad eens, het had juist het tegenovergestelde effect. Mensen stroomden toe naar KwaZulu-Natal om de sneeuw te zien. Ze wilden deze zeldzame gebeurtenis met eigen ogen meemaken. Toeristen waren sneeuwpoppen aan het bouwen. Ze hielden sneeuwballengevechten. Ze maakten foto's van de besneeuwde landschappen. Het was als een winterwonderland midden in Zuid-Afrika. De toestroom van toeristen was geweldig voor de lokale economie. Maar het droeg ook bij aan de chaos op de wegen. Meer auto's, meer mensen en meer files. Deel 8. Meer toeristen, meer problemen. Hoewel het geweldig was om mensen van de sneeuw te zien genieten, zorgde de toestroom van toeristen wel voor wat uitdagingen. De serene winterlandschappen veranderden in drukke, chaotische plekken. Herinner je je dat we het hadden over het verkeer op de N3-snelweg? Nou, het extra verkeer van toeristen maakte de situatie alleen maar erger. De wegen waren al overbelast en met de extra toeristen werd het bijna onhoudbaar. De wegen zaten al vol met gestrande voertuigen en hulpdiensten die probeerden door te komen. De extra auto's en bussen vol toeristen droegen bij aan de chaos. Het maakte het voor de hulpdiensten nog moeilijker om de mensen te bereiken die hulp nodig hadden. De extra drukte zorgde voor langere wachttijden en meer stress voor iedereen op de weg. Het maakte het voor de hulpdiensten nog moeilijker om de mensen te bereiken die hulp nodig hadden. Dit leidde tot gevaarlijke situaties en vertragingen. Het legde ook een druk op de lokale middelen. Hotels waren volgeboekt. Restaurants zaten bomvol. Lokale bedrijven konden de vraag nauwelijks bijhouden. En de vraag naar sneeuwuitrusting en warme kleding steeg enorm. Winkels zagen hun voorraden snel slinken. Het was een goede herinnering dat, zelfs als we enthousiast zijn over iets als sneeuw, het belangrijk is om bewust te zijn van de impact die onze acties kunnen hebben. De natuur en de lokale gemeenschappen voelen de gevolgen van massatoerisme. Laten we dus genieten, maar ook verantwoordelijkheid nemen. Deel 9. De grote dooi sneeuw blijft hier niet lang liggen. Maar even snel als hij kwam, was de sneeuwstorm voorbij. De zon kwam tevoorschijn en de temperaturen begonnen te stijgen. En weet je wat dat betekent? Tijd voor de grote dooi. De sneeuw begon snel te smelten, waardoor de wegen in modderstromen veranderden. En herinner je je al die auto's en vrachtwagens die vastzaten in de sneeuw? Nou, nu zaten ze vast in de modder. De smeltende sneeuw veroorzaakte ook wat plaatselijke overstromingen.